Vandaag de dag, op 8 maart 2015, Internationale Vrouwendag, bevinden wij ons midden in de derde feministische golf. De eerste feministische golf wordt gekenmerkt door Alette Jacobs en het streven naar kiesrecht. De tweede feministische golf stond in het teken van de doorbreking van het huisvrouwsyndroom. Maar wij, dames en heren, hebben de eer om een invulling te geven aan de derde feministische golf. Onze vorige generaties hebben veel bereikt. Zo genieten wij nu net zo goed onderwijs als mannen. Zijn ook wij vrij om te gaan en te staan waar we willen? En zijn we baas over ons eigen lichaam? Wij wel. Maar voor de vrouwen in India zijn deze rechten onbekend. Zij leven in een samenleving die wordt gekenmerkt door pijn, verraad en onderdrukking. Een samenleving waar een vrouw op haar hoede moet zijn voor iedere man die ze tegenkomt, in de angst slachtoffer te worden van een brute verkrachting. In een samenleving waar deze nachtmerrie van verkrachting om de 20 minuten werkelijkheid wordt. De 23-jarige studente Bitaya Singh was een van deze vele slachtoffers. Eerst zag zij hoe voor haar neus haar vriend werd neergeslagen met een ijzeren knuppel en hierna werd ze gepijnigd door groepsverkrachting. Niet 10, niet 20, niet 30, maar 40 minuten lang. Hierna werden de twee gehavende lichamen uit de rijdende bus gegooid en nog een week later overleed Bitaya in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Maar dit meisje had nog het schijnbare geluk om in het ziekenhuis aan het einde te komen. Veel meisjes uit lage kasten worden niet geloofd en hun wacht dan ook een heel ander lot, bekend onder het fenomeen steniging. Vastgebonden op de grond en een regen van stenen die over hen heen walst, net zo lang tot samen met het bloed ook het leven uit het meisje zijpelt. De wetenschap dat deze onmenselijke gruwelheden niet stammen uit slechte horrorverhalen, maar de keiharde realiteit zijn voor vrouwen, puur omdat ze vrouw zijn, maakt me sprakeloos. Sprakeloos omdat er simpelweg geen woorden voor zijn. Maar ook omdat het ons nog altijd niet is gelukt om hier een einde aan te maken. Maar met sprakeloosheid kom je niet verder. En daarom wil ik graag mijn sprakeloosheid verwoorden. De derde feministische golf verwoorden door iedereen op deze wereld een stem te geven. Een stem om te verwoorden en een stem die gehoord mag worden. Hier in Nederland begint dat met het uitspreken. Staan voor wat je voelt. Maar in landen waarin de wortels van het feminisme, de gelijkheid, zich nog niet geplant hebben, begint dat bij een stem creëren. En hierna is het aan ons en de rest van de wereld om heel goed naar deze stemmen te luisteren. Het is tijd om van de derde feministische golf een tsunami te maken. Dank u wel.